met topnemers iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag de gast Rutger van Zuidam. Rutger, we hebben eerder met elkaar gesproken, een aantal keer zelfs. Ja. Want jij was een van de mensen in Nederland die heel vroeg met Bitcoin bezig was. Inmiddels ben je niet meer met Bitcoin bezig, maar ben je met blockchain bezig. Wel gerelateerd natuurlijk, daar gaan we zo direct even over praten. Op dit moment is DutchChain de organisatie, het bedrijf waar jij mee werkt. Ja. Wat doen jullie? Nou, DutchChain doet eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant leveren we software as a service oplossingen. Althans, dat zijn we net begonnen. Waarbij we gebruik maken van blockchain technologie. En dan met name in echt productieomgevingen. En dus niet in laboratoriumopstellingen en pilotprojecten. Die zijn ook heel belangrijk. Maar wij zoeken naar de gevallen waar we echt morgen iets kunnen implementeren wat gebruikt wordt door mensen op straat, zeg maar. Dat maar is de ene kant. Sorry dat ik je gelijk onderbreek, hoor, maar maak dat even concreet. Ja, dat is goed. Want software as a service, dat klinkt altijd zo abstract. Ja. Dus betalen per gebruiker per maand, dat is het idee. Dus we leveren geen software af aan de hand van een urenbegroting. Dat weet ik, maar wat voor soort implementaties doe je daar? Nou, wat wij nu hebben gemaakt is programmeerbaar geld. Een systeem daarvoor, wat gebruikt kan worden door overheidsinstellingen om subsidies en toeslagen veel slimmer te distribueren. En dat doen we onder andere in de gemeente Groningen. Dat is nu ons voornaamste project waaruit we verder aan het bouwen zijn. En daar hebben we de Stadjerspas, zoals die in Groningen is. Dat is een pas voor mensen met een minimum inkomen. En daar hebben we smart vouchers ontwikkeld die eigenlijk alle transacties via de blockchain laten lopen. En de afhandeling en declaratie gaan volledig geautomatiseerd. En we zijn begonnen in januari met release 1, zeg maar, ongeveer 5000 gebruikers. En dat is meer dan verdubbeld inmiddels. En we zijn natuurlijk ook wat releases verder. Het voordeel van de blockchain is, het is iets wat iedereen onmiddellijk begrijpt. Ja, dat is zo makkelijk. Ik hoef dat nergens uit te leggen. Dat is gewoon prettig. Ja, maar ik snap het nog niet helemaal. Is dat zo? Dus laten we probeer het eventjes tastbaar te maken. Ja. Simpel begrip. Jij zegt programmeerbaar geld. Ja. Oké. Wat is dat? Cool, hè? Ja. Dat is zeg maar, de website If This Then That is misschien bekend. Ja. Dan kun je met allerlei internetdiensten aan elkaar koppelen en programmeren. Nou, en omdat geld op de blockchain dynamisch is en niet statisch, zoals op een bankrekening, ik zal het straks even wat concreter maken, kun je ermee programmeren. Dus If This Then Pay. En wat je dus kan doen is, als ik zeker weet dat jij een bepaalde indicatie hebt, bijvoorbeeld je bent AOW'er of student, of je hebt een salarisindicatie, of je bent ZZP'er, dan kan ik zeggen, als jij deze indicatie hebt, dan mag je gebruik maken van deze dienstverlening bij dienstverlener X, Y, Z. En in plaats van dat je dat bureaucratisch gezien achteraf controleert, stop je eigenlijk al die regels in software. En vervolgens heb je de controle eigenlijk vooraf. En de verrekening doe je achteraan. Dit snap ik nog allemaal. Maar wat maakt het voorbeeld wat je nou geeft, van het stadspasje in Groningen. Mm-hmm. Wat maakt die blockchain daar nou dat unieke component van? Want wat jij nu vertelt, dat is precies hetzelfde zoals je dat vroeger nog steeds iedereen doet met een gewone database op een gewone server. En iemand haalt zijn pasje door een automaat en dat automaatje checkt even bij die database of jij betaald hebt voor een bepaalde dienst. Ja. Als het ja is, dan mag je dat doen. Is het nee, dan mag je het niet. Klopt. Weet je, dat is if this then that. Ja. Dus wat maakt de blockchain dan zo bijzonder dat je dit beter kunt doen? Ja. Wat wij, om even te beginnen, wat wij gedaan hebben, we hebben gezegd, er is hier duidelijk iemand met een wallet. En er vinden allerlei verrekeningen plaats. Dus wij hebben eigenlijk niet direct gezegd van, we moeten hier blockchain voor gebruiken. Maar we hebben wel gezegd, laten we dit gaan onderzoeken. Want deze casus, aan de ene kant, programmeerbaar geld is een van de grote beloften van Bitcoin en blockchain. En aan de andere kant leek ons dit een hele geschikte ruimte om dat te proberen. En dat mocht ook van de gemeente. Nou, de eerste winst die we voor mijn organisatie in ieder geval hebben gemaakt, is dat alle transacties die helemaal volledig geautomatiseerd in een SEPA-bestandje eruit rollen, en waarbij de gemeente dus niet meer hoeft na te denken of al die transacties ook daadwerkelijk zijn gebeurd, en die kunnen gewoon één op één worden ingeschoten. Dus de transactie is de declaratie, is ook de verrekening met de gemeente. En daar zitten geen menselijke checks meer tussen.
En wij hebben dus ook geen invloed op het SEPA-bestand. En dat kunnen we ook bewijzen, want alle transacties staan immers in de blockchain. Dus ik ben op voorhand, zeg ik van ja, auditing heeft geen zin, want het staat er al. En dus ik ben daarmee al een hele makkelijk te vertrouwen organisatie voor gemeentes om mee te werken. Oké, maar dat komt dan dus vooral omdat de blockchain alle transacties opslaat in een openbaar register, waardoor iedereen kan checken of de dingen die gebeuren ook kloppen. In dit geval alleen de gemeente, ja. En waar wij naartoe willen, is dat de indicatie van een persoon, dat zijn we nu aan het onderzoeken, of de indicatie van de persoon, of iemand bijvoorbeeld student is, ook op de blockchain kan, zodat ik allerlei regelingen daarop kan gaan bouwen. En want in dit geval zegt niet de gemeente, nou, Pietje is student, maar de universiteit zegt dat. Nou, nu moet je een pasje van de student... een studentenpas heb je wel, maar je hebt geen digitaal overlegbaar bewijs dat jij student bent. Nou, en heb je dat wel, dan kun je daar een regeling op bouwen. Maar dat kun je alleen maar krijgen, de bewijs kun je alleen maar krijgen van de instelling waar hij studeert. Ja. Dus je zou nog steeds kunnen zeggen, als de gemeente nu gewoon koppelt met de database van de universiteit, dat is nogal betrouwbaar systeem. Het is namelijk hetzelfde systeem waar het vandaan komt. Dus ik neem aan dat ook Roelofs vraag daar vandaan kwam, maar zo, waarom hebben we die blockchain daarvoor nodig en hebben we die daarvoor nodig? Kijk, die koppeling met één gemeente is leuk en dan heb je één universiteit en één gemeente. Maar wat je eigenlijk wil is een plek, een gemeenschappelijk gedeelde bron van waarheid, waar die blockchain voor zorgt, is dat veel meer partijen daarvan gebruik kunnen maken. Dus het wordt pas interessant als er veel meer partijen gebruik van maken. Nou, en daar is dit een geschikte omgeving voor. Dus je geeft één keer het bewijs af, dat is een certificaat, en vervolgens ga je met meerdere partijen kijken wat je er allemaal op kan gaan bouwen. En dat is waarom we dit project op deze manier aanpakken, zodat we vanuit een... Er zijn heel veel partijen bezig met blockchain toepassingen ontwikkelen. En wij doen het eigenlijk vanuit een productieomgeving, waarbij we met onze dienstverlening sowieso natuurlijk al allerlei voordelen bieden aan gemeentes, provincies en noem het maar op. En aan de andere kant dus met partijen onderzoeken welke aspecten je allemaal van blockchain gebruik kan maken, welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan en hoe je makkelijker met veel partijen tegelijkertijd kan samenwerken. Nou, als je dus per stad dat verder optuigt en er komt een universiteit die dat doet, nou, dan kunnen een aantal steden aanbiedingen doen aan studenten van die universiteit. Dan wordt het steeds interessanter, want hoe dichter bij de organisaties bij elkaar staan, hoe makkelijker het er is om elkaar te vertrouwen. Maar als het wat verder af wordt en het netwerk wordt wat complexer, dan is het gewoon heel erg fijn als je niet telkens opnieuw dezelfde informatie aan elkaar hoeft te vragen. En dat je ook kan checken, deze informatie komt daadwerkelijk van die persoon of die entiteit. En daar gebruiken we die blockchain. Als jij als je bij de gemeente langs gaat en dit verhaal vertelt, de gemeente heeft natuurlijk argumenten nodig van waarom zouden we dit gaan doen. Is er een ander argument dan het is efficiënter, het is goedkoper, het is... Hoger service level, dus betere dienstverlening, veel minder frictie in het proces. Je verlaagt eigenlijk de toegang... Dat is niet allemaal dankzij blockchain. Hè? De oplossing, daar zitten gewoon sowieso al hele slimme interfaces in en dergelijke. Maar je verhoogt eigenlijk de toegang tot de regelingen en toeslagen die je wilt uitgeven in je gemeente. Je verhoogt de impact ervan, doordat je zeker weet dat het op de juiste plek terechtkomt. En aan de andere kant verlaag je dus voor alle partijen, alle dienstverleners, maar ook je eigen organisatie, de administratieve lasten en de regeldruk. Ja, en dat is natuurlijk een prettig gesprek. Daar komt overigens het hele woord, of het hele stukje over blockchain, dat is zo'n alineaatje. Omdat uiteindelijk moet dat er eigenlijk niet toe doen natuurlijk. Of je nou van blockchain gebruikt. Het gaat om de functionaliteit die uiteindelijk de gebruikers, de gemeentes of de dienstverleners of de inwoners kunnen gebruiken. Ja, maar toch is jullie de ondertitel van je bedrijf is Improving Society Through Blockchain-Based Solutions. Ja. Wordt de maatschappij hier echt beter van? Nou ja, goed, wij kijken hoe we dat kunnen bewerkstelligen. Wij vinden, ik moet zeggen, het is gewoon mijn bedrijf. Ja. Maar ik heb er nog wel mensen in dienst en zo. Jij en je witte muizen? Nee, we hebben een hartstikke leuk team. Ja. Maar
Waar wij in ieder geval warm voor lopen, zijn dingen die een impact hebben op de maatschappij. En die dus, dat vinden we leuk, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. De kracht van wat je zegt is, want wij willen er niet over praten, maar we willen het doen. Hè, dus we willen laten zien hoe het kan werken. En wij hebben eigenlijk al best een aardig wat uitzendingen over dit, best veel aandacht aan dit onderwerp besteed. Ik blijf zeggen, het ingewikkelde ervan blijft dat het ingewikkeld blijft om het uit te leggen. Zeg jij dan, straks hoeven we het er ook niet meer over te hebben, want je hoeft de techniek, je hoeft niet te snappen hoe het werkt. Als jij maar snapt dat dit betrouwbaarheid introduceert en transparantie introduceert en wellicht nog wat van dit soort woorden. Ja, ik denk dat als eindgebruiker ga je vooral merken dat het dingen minder tijd gaan kosten en makkelijker gaan. Ik noem ook wel eens het voorbeeld van de QR-code die we binnen nu in een paar jaar gaan zien op de factuur. Die scan je, je geeft akkoord met je fingerprint en op dat moment is die betaald. De BTW is aangegeven en betaald en dat ding is ingeboekt en gemuteerd, gearchiveerd in je boekhoudpakket. Gewoon met één keer akkoord. Misschien nog pincode als je dat wil, maar dit is in hoofdlijn het proces wat er gaat gebeuren. Dus heel Nederland stopt binnen nu en 5 jaar... als het goed is, want dit is geen rocket science wat ik het hier over heb, met het overtypen van IBAN-nummers, het overtypen van factuurnummers, PO-nummers en het inkloppen van administratie-dingen. En als je alleen al kijkt wat dit kan opleveren voor aan besparingen, je bent eigenlijk digitale bruggen aan het bouwen. Ja, probeer dan toch nog eens uit te leggen, want ik met mijn technische kennis kan dit ook zonder de blockchain. Probeer dan toch nog eens uit te leggen wat de blockchain dan uniek maakt om dit soort processen te versnellen. Ja, nou, wat je in dit geval zou willen is dat de KVK een certificaat geeft en zegt dit is daadwerkelijk deze entiteit. Dus dat moet je al kunnen checken. Ja. Vervolgens de Belastingdienst moet ervan op aankunnen. BTW-nummer moet kloppen. Al dat soort zaken. Ja. Aangifte moet gedaan worden. En de bank moet eveneens zijn check hebben. En de boekhouding die kan zeggen deze administratie is echt gewoon volledig sluitend. Ja. De checks waarbij iemand zegt deze informatie klopt, die stempeltjes wil je verzamelen in die blockchain. Dat is wat je wil. Wil je dat het later aangepast kan worden? Nee. Wil je dat het 100% klopt? Ja. Want daardoor vertrouw je namelijk één op één die QR-code moet je kunnen vertrouwen, dat daar de juiste informatie in staat. Ja, en dat is het unieke van die blockchain. Precies. Dat het is een register waarin, als die transactie eenmaal is opgeslagen, kan die nooit meer veranderd worden. Ja. Dus altijd terugvindbaar en daardoor betrouwbaar. Dat is de bedoeling. Vond ik het dan goed samen? Ja, vind ik wel. Ja. De gebeurtenis, en dat kan een transactie zijn, maar je legt een gebeurtenis vast. En het netwerk bereikt consensus. Is het eens over dat die gebeurtenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden? Ja, nou zat ik even terug te kijken. De vorige keer dat jij bij ons was, was inmiddels alweer 2,5 jaar geleden. Mm-hmm. Toen was je heel erg bezig met Bitcoin. Mm-hmm. Natuurlijk op de blockchain gebouwd. En nu zeg je, binnen 5 jaar zou dit soort dingen zou toch geregeld moeten zijn? Mm-hmm. Die 2,5 jaar geleden, weet je wel, wat is er de afgelopen 2,5 jaar dan gebeurd? Waardoor jij denkt van, er komt een enorme versnelling aan. Want ik zie het om mij heen, en vergeef me het cynisme, maar het blijft een beetje op het niveau van... We hebben het erover. We hebben het erover. Ja, klopt. En daar ben ik helemaal met je eens. Vind ik ook helemaal niet cynisch, want volgens mij is dat gewoon een observatie van wat er aan de hand is. Aan de andere kant denk ik van, 2,5 jaar geleden hadden we het inderdaad over Bitcoin. Toen was er, en je moet je voorstellen dat pas sinds dit jaar zijn andere blockchain technieken, fabrics, zijn pas operationeel, sort of. Hyperledger, waar IBM heel veel in heeft gedaan. Ethereum was vorig jaar allemaal nog niet operationeel. Pas vanaf 2015 hebben mensen het woord blockchain eigenlijk in de mond. Dus in het begin, die eerste aflevering, hebben we het allemaal over een beetje de techniek eronder. Wat dan, maar het woord blockchain komt er bijna niet in naar voren. En dat is tijdens ons eerste congres, het Nationaal Bitcoin Congres, wat ik ook al met Vincent Evers georganiseerd. Precies. Die overigens hier op Twitter zegt, de blockchain is simpel.
Uiteraard. Ja. Het mooie is dus dat het gesprek heeft zich doorontwikkeld, doordat men is verder gaan kijken van wat kun je nou daadwerkelijk met deze techniek en wat heeft deze techniek nodig om verder te ontwikkelen. Dus dat betekent ook dat Bitcoin, met alle haken en ogen die eraan zitten, aanleiding heeft gegeven tot het ontwikkelen van andere blockchain technieken, zoals Ethereum, zoals Hyperledger, maar ook TU Delft is met eigen blockchain technologie al jarenlang bezig. Er werken gewoon meer dan 20 mensen aan. Hè? Nou, dat is echt helemaal te gek. Maar die kunnen al echt duizenden transacties per seconde aan. En wat je dan wel ziet, is dat het Nederlandse bedrijfsleven en ook de overheidsinstellingen met elkaar nu consortia vormen, samenwerkingen starten, waar echt ook al miljoenen in gaan. Kijk, in de logistieke sector, 2,2 miljoen. Waarin dus nu de fase is pilotprojecten. Superbelangrijk. Maar dat is allemaal nog in de ontdekkende, pionierende fase. Waar ik zelf ook in zit natuurlijk, maar ik start vanaf een andere traject. En dat gaat elkaar allemaal ontmoeten en iedereen spreekt elkaar natuurlijk daar ook over. Hey, wat in die periode in ieder geval ook gebeurd is, is dat destijds, weet je, begin van die hele Bitcoin fase, et cetera, was de Bitcoin had ook iets revolutionairs, iets afzetten tegen, et cetera. Jij hebt eigenlijk van het begin af aan gekozen van, nee, ik ga me niet afzetten tegen de gevestigde orde en de gevestigde instituten, maar ik ga het eigenlijk samen met die partijen dingen doen, dingen onderzoeken, et cetera. Ja. En dat zie je nu ook heel erg gebeuren, want ik kwam vandaag ook ergens een artikel tegen over alle initiatieven die rondom de overheid spelen, maar de banken zijn er heel erg mee bezig. Is dat ook die afgelopen periode gebeurd eigenlijk? Dat juist de partijen waar eerst tegen af werd gezet van, we hebben straks geen banken meer nodig, want dat was ook een beetje de belofte van de Bitcoin natuurlijk, dat we juist hebben gezien dat die partijen zich er heel erg in zijn gaan verdiepen. Ja. En op welke manier, waar zitten voor hun de kansen? Nou, dat is natuurlijk best wel een ingewikkeld iets, want we zeiden niet voor niets met Bitcoin dat de banken kunnen misschien wel overbodig worden. In heel veel gevallen is de overheid natuurlijk ook houder van registers en tussenpartij. En zo zijn er nog veel meer partijen in healthcare, gezondheidszorg, in energie, in logistiek en noem het maar op. En wat je eigenlijk ziet is dat al die partijen die zijn nu met een soort van hoe, op welke manier ga ik mezelf opnieuw uitvinden proces bezig. En er zijn innovatielabs en de een doet het aan de rand van de organisatie, de ander doet het weer helemaal buiten de organisatie, weer een ander zet het gewoon binnen door. Maar dat loopt parallel met deze opkomst, zeg maar, van ook de nieuwe technische mogelijkheden. En die gesprekken lopen ook steeds meer met elkaar op. Dus bedrijven, de banken, banken in Nederland, maar ook elders, maar ook Nederlandse overheidsinstellingen, ja, die lopen natuurlijk ook tegen legacy problemen. Oude IT-systemen lopen ze tegenaan. En ze lopen er tegenaan dat de samenleving genetwerkt is en allerlei dingen met elkaar wil verbinden. En dat zij eigenlijk gewoon de poort nog steeds dicht hebben zitten. Want banken en API's waar je andere applicaties op kan bouwen, dat is nog niet echt realiteit. Dat laat Bitcoin ons zien. Dat is eigenlijk gewoon een grote zandbak waar je nieuwe financiële producten en dienstverlening kan ontwikkelen. Zonder de hinder van de oude systemen van banken en de regulations. Ja, en dat is gewoon een inspiratiebron gebleken, uiteindelijk, voor al deze partijen om zich te verdiepen in de blockchain en te kijken van, oké, wat kan ik verbeteren? Hoe kunnen we anders met partijen gaan samenwerken? Ook buiten onze eigen sector. Hè, want bijvoorbeeld in dat logistieke consortium, daar zit ook de ABN AMRO. Ja, dat is geweldig, want zij kijken dus eigenlijk hoe ze hun rol in zo'n keten opnieuw vorm kunnen geven. Nou, en daar gaan ze, daar zetten ze toch flink op in. Dus dat vind ik hele leuke ontwikkelingen. Ja, Johan Schaap suggereert op Twitter van moeten we het eigenlijk niet ook gewoon over de mooie voorbeelden hebben van toepassingen die op de blockchain gebouwd worden, zodat het wat tastbaarder wordt. En noem er dan eens een paar. Hmm. Ik moet zelf ook denken aan een uitzending die wij niet zo heel lang geleden hadden met Susanne Tarkowski van Bitnation. Over de virtuele nazistaat die helemaal op de blockchain gebouwd zou worden. En die, weet je, die had ook hele verhalen over hoe je al die transacties die we met elkaar doen de hele dag via de blockchain zou kunnen
laten lopen. Doe jij ook eens een poging om ons enthousiast te maken, gewoon met praktische voorbeelden? Ja, dat is goed. Waar wordt mijn leven nou beter van als we die blockchain-technologie gaan introduceren? Ik denk dat er nu nog weinig beschikbaar is wat je zo van de plank kan pakken en zeggen van nou, als ik dit nu ga doen... Maar zij hadden toen over alle notaristransacties, alle huwelijken, alles wat je, elke transactie, alles wat je vastlegt, in de logica gaat dat naar die blockchain. Ja, dat klopt en dat kun je ook allemaal gaan bouwen en er zijn heel veel partijen bezig daar nu de bouwstenen voor te ontwikkelen. Dus de fase waarin we nu zitten is dat er geëxperimenteerd wordt, niet alleen door start-ups, maar vooral ook door de grote partijen. En die zoeken eigenlijk die samenwerking op met start-ups. En waar heb je het dan over? Dan heb je het over decentraal energie met elkaar verhandelen. En dus hoe kun je energie met elkaar verhandelen zonder tussenkomst van derde partijen? Nou, dat lijkt me een wezenlijk onderdeel van de smart grid. En dus dat is iets waar zowel start-ups als grote energiebedrijven mee bezig zijn. Er zijn partijen bezig die kijken naar het elektronische patiëntendossier. Maar er zijn ook partijen bezig die zeggen van, joh, de artificial intelligence module in je auto straks, in die zelfrijdende auto, hoe weet je dat die auto jou niet gaat ontvoeren? Hoe kun jij die auto vertrouwen? Ja. Nou, door een certificaat. Nou, maar goed, laten we het even concreet maken. Jij noemt het elektronische patiëntendossier. Daar is veel gedoe over. Privacy, risico van... lekken. Waarom zou dat beter op de blockchain kunnen? Nou, ik ben absoluut niet voor het elektronisch patiëntendossier op de blockchain zetten. Maar ik denk dat de toegang ertoe en ook het vastleggen van wie heeft recht op welke data en van wie is welke data, dat daar wel hele interessante kansen kunnen liggen. Ja, want, waarom? Nou, Erwin, waar is jouw medische data? Geen idee. Nee. Ja. Nee. Dus dat is eigenlijk best gek. Want je weet wel waar je geld is. Nou, maar lost de blockchain dat en, op? Nou, nee, maar het punt is, hebben wij nu de middelen in handen om te zeggen, nou, geef die data maar aan mij. En dan ga ik dus wel eventjes overleggen met artsen, ziekenhuizen, verzekeraars, die er allemaal toegang hebben tot die data. Of in ieder geval op aangeven van die partijen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen soeverein zijn over hun medische data. Dat is eigenlijk het doel. Nou, als je het dan hebt over hoe ga je dan met de sleutels om tot die data, ja, dat is waar partijen onderzoeken of die blockchain daar iets aan kan betekenen, want dat is eigenlijk niet heel anders dan de versleutelen van je bitcoins. He, dus of het nou een deel of data is of andere waarde element, dat maakt niet uit. Dit soort dingen hebben, het gaat ook allemaal over vertrouwen, net zoals bij banken over vertrouwen gaat. En inmiddels, wij vertrouwen erop dat ook als iemand iets fout doet met mijn bankpasje, dat de bank dat toch aan mij vergoedt als ik gewoon geen gekke dingen heb gedaan. Hoe ga je ervoor zorgen dat we die blockchain vertrouwen? Want daar begint het natuurlijk het eerste mee. Want het is ook een black box voor ons allemaal. Die black box, daar moet ik ook vertrouwen mee opbouwen, dat het iets is waarop ik vandaan kan. Ja. Ja, ik denk dat iets is waar de bedrijven, of het nou de grote corporates zijn of de start-ups, aan het werk zijn. Ik bedoel, je vertrouwt nu de banken met je geld. En je vertrouwt nu een ziekenhuis met je patiëntendossier. Dat hoeft misschien niet te veranderen. Maar het feit is, jij krijgt andere faciliteiten. En alle processen die je hebt, en met name de administratieve processen, die zullen in eerste instantie vloeiender gaan. Waardoor je niet vaak dezelfde informatie hoeft af te geven. Maar dat moeten we best wel vaak doen. Ja. En ik denk dus dat in die zin al die partijen... Je kan heel zeggen van ja, dat kan allemaal vervangen worden door de blockchain. Nou, ik denk het niet. Ik heb de afgelopen jaren heb ik al die partijen natuurlijk gesproken. Want het zijn allemaal klanten van me. En dan leer je dus gewoon dat die partijen ontzettend veel toegevoegde waarde leveren. Die ook in... Ja, zeg maar blockchain-enabled nieuwe situatie, gewoon uitstekend tot hun recht kunnen komen. Alleen hun rol is wel anders ingevuld, want voorheen moest ik door het poortje van die partij. En nu heeft die partij eigenlijk het poortje naar mij gebracht, hoef ik er niet meer doorheen. En kan iedereen gebruik maken van de data die ik er toch al had ingestopt. Hè, als ik iets in de Kamer van Koophandel zet, waarom moet ik dan betalen om het er ook weer uit te halen? Dat is een beetje de gedachte.
Nou, hetzelfde geldt voor een kadaster of EDW, dat soort dingen. Nou, dat wordt allemaal stukken efficiënter. Ja, schizo is geen kaas, zegt op Twitter. Honduras was volgens mij bezig om de kadasterdata te managen / beveiligen met de blockchain. Is dat een voorbeeld wat je kent? Of? Ik ken het voorbeeld. Het is niet gelukt daar. Georgië is er ook mee bezig. En zo zijn er vele landen. Volgens mij doet de VN zelfs onderzoek om dat in een aantal ontwikkelingsgebieden te gaan doen. Dus het lijkt me een hele interessante, best wel complexe casus. Maar het is wel een van die voor de hand liggende zaken. Van ja, eigendomsregistratie. Nou, begin eens met land. Op plaatsen waar dat nu nog niet goed geregeld is. Ja, we gaan een beetje naar de afronding toe. Maar jij organiseert morgen een hackathon, blockchain hackathon. Vincent Evers vraagt, wat zijn de soort opdrachten die bedrijven geven aan jouw blockchain hackathon morgen? Oké, okay. Nou, wat we morgen hebben, de hackathon zelf is 10 tot en met 12 februari. En we hebben gezegd, oké, als je echt een grootschalige hackathon gaat doen, we hebben 25 bedrijven en overheidsinstellingen die partner zijn in dat evenement. Dus het wordt best wel een leuk evenement, denk ik, waar mensen heel veel kunnen leren. Maar dan moeten we wel zorgen dat al de mensen die mee willen doen, zich goed kunnen voorbereiden. En dat doen we met pre-hackathon meetups. 10 november hebben we de eerste gehad bij ING. Dat ging veel meer over van hoe kijken we tegen innovatie aan in zo'n ecosysteem, zo'n open innovatieplek. En morgen hebben we een technology deep dive. En dan gaan we echt met echt topsprekers op technisch gebied, dus echte informatica specialisten, core developers, co-founders bijvoorbeeld van Ethereum, maar ook blockchain.com en Hyperledger, IBM, Microsoft, iedereen komt voorbij. En dan gaan we echt onder de motorkap kijken met programmeurs. En dus het is bij Exact. Ik heb 140 plekken. Ik heb 260 aanmeldingen gehad. Dus ik heb best wel veel mensen tot mijn spijten moeten teleurstellen. Maar dit is echt voor de developers om meer te weten te komen over de techniek. En dan gaan we 10 tot en met 12 februari echt 3 dagen knallen. In de hoek van identity. Een van de grootste vraagstukken voor blockchain. Van hoe kun je je identiteit digitaliseren zodat je het op internet makkelijk kan gebruiken zonder dat je alles prijsgeeft. Nou, daar is bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens de sponsor van dat track. Maar een use case, bijvoorbeeld als je denkt van, nou, ik heb dé oplossing voor een vluchtelingenvisum op de blockchain, noem maar even wat, dan past die daar natuurlijk ook heel goed thuis. Hè? Dus ja. Zo hebben we ook een track voor smart government services. Daar haken we ook weer een deel van de pilots van waar Marloes Pomp onder andere mee bezig is, met de digicommissaris samen. En aan de andere kant hebben we ook tracks waar we nu mee bezig zijn om het vorm te geven. Energie en healthcare of logistiek. En dat zijn een beetje de takken van sport waar het allemaal in gaat gebeuren. Nou, morgen, jij zegt morgen is er eentje voor de echte de deep dive, voor de echte techneuten. Ja, is meer een congresje. Ja. Hey, op welk niveau haak jij af? Hoe technisch ben jij? Ik blijf echt tot op de... Als ik een cryptograaf hoor praten, dan zit ik echt zo... Ik snap er niks van, maar ik vind het echt fantastisch en gaaf. Dus ik haak niet af, überhaupt niet. Nee. Maar tot hoever gaat jouw kennis? En is die kennis nodig om eigenlijk hier meer mee te doen? Is het niveau nog? Ik denk dat het heel belangrijk is om, als je hier wat mee wil doen, dat je een team verzamelt waar je verschillende disciplines hebt. Hè, waardoor de echte techneut kan zeggen van, dit is nu echt onzin wat je wil. Of dat je ook een goede proces- of business specialist hebt die zegt van, ja, maar als je dit gaat doen, ja, dan los je gewoon een groot probleem op van heel veel mensen. Ja, dan kan het mooi samenkomen. En zo heb je design ook nodig en dergelijke. Dus ja, ik denk, ik heb zelf in mei een hackathon gehouden met de 21 Bitcoin computer. Daar heb ik teams binnen 12 uur applicaties zien bouwen waarvan je echt denkt van, ha, vet. Bijvoorbeeld een paywall voor Twitter, compleet geautomatiseerd. Hè, dus dan zet je hem op een slotje en ik vraag aan jou, mag ik toegang? Jij zegt, ik maak ook wat over. En op het moment dat jij het geld al binnen hebt, ja, dan zet hij hem automatisch open. Je hebt helemaal niks meer te doen. Dus hebben een deel van de Twitter API hebben ze uitgebreid. En ze hebben dus ervoor gezorgd dat betaald kan worden. En het werkt, gewoon binnen 12 uur. Een andere team had een publisher-friendly paywall. Dus je komt op je website, je vraagt, wil je advertenties zien of niet? Druk je op nee, gaat de 10 cent naar je website toe.
gewoon volledig geïntegreerd. Nou, dat, dus 12 uur, dan denk ik van, nou, dan kun je in 3 dagen tijd kun je echt wel heel veel doen. Je moet jezelf ook geen illusies maken, maar ik zeg altijd van, nou ja, laten we maar eens gewoon beginnen te kijken wat je ermee kan. En ja, voorbij het gesprek raken. En ja, dat is wat we hier juist gaan doen. Nou, heel goed. Ja. Ja, een beetje mijn conclusie van het gesprek is ook wel dat we daar volgens mij juist heel veel behoefte aan hebben. Ja, toch? Van hele concrete toepassingen waarvan iedereen denkt, oh wow, ja. Weet je, als je dat ermee kunt, ja. Mooi. En wij blijven dat graag volgen, want ja. we proberen ook een klein beetje de geschiedenis te schrijven in de zin van de geschiedenis te volgen. We snappen er zelf steeds meer van. En op een gegeven moment praten 2,5 jaar geleden had je het alleen, was je bij ons over bitcoins. Ja. Doe je daar nog wat mee? Nee. Ik zeg het verkeerd. Want die startjespas draait gewoon op bitcoin. Dus okay, heb jij prima, maar ik ben niet aan het beleggen in bitcoins. Nee, maar ik beleg niet. Hij gaat nu net de $1000 grens. Ik wens iedereen een heleboel plezier ermee. Oh ja, oké. Okay, kunnen we die nou eindelijk eens opmaken dan? Gaan we eens even opmaken. Zo meteen in Eikenlinde verderop. Dan kun je vast betalen met bitcoin. Hey, ontzettend bedankt. Veel succes. Morgen en in februari het grote vervolg. En we houden contact en praten later natuurlijk verder. We bedanken, zoals altijd, de biersponsor, dat is Bier & Co. Jij had jij komt uit Groningen en die had van de Baks Bier, wat een lokale brouwer is. Oma's Pruim. Oma's Pruim, was die goed? Het was goed te drinken, ja. Maar je mag zeggen, want dat is even de regel, als je niks vindt. Ik ken Baks, het kon minder, goed. Vind ik lekkerder. Het kon zeker minder en Baks is echt een heerlijk biertje. Oké, okay. Bedankt. 2ML die zorgt ervoor dat de website van Fast Moving Targets up and running is. Streamzilla, ook uit Groningen overigens, zorgt ervoor dat je live kunt meekijken. En Freedom Lab is de plek waar we elke dinsdagavond vanuit uitzenden. Dat was hem eventjes. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je on demand, dan kun je ons hele archief doorploegen. Dank je. Dag.